Applaus voor Carlijn Posma, alsjeblieft. Goedenavond. Ja, alles werkt. Ik wil direct even jullie confronteren met jullie allergrootste probleem van dit moment. Allergrootste communicatieprobleem van dit moment, maar ook van de toekomst. Dat is namelijk dit. Stel jezelf maar voor in het midden van dat rondje. Je hebt allemaal een prachtig merk, prachtige verhalen, prachtig product. Maar als je nou geen mensen meer hebt die daarnaar luisteren. Als al die mensen in hun eigen virtuele bubbel zijn gekropen. En de deuren potdicht zijn getrokken. Dan heb je een groot probleem. Dan heb je een prachtig verhaal, prachtig product. Maar niemand die naar je wil luisteren. En die virtuele bubbel wordt alleen maar groter. Ik bepaal zelf welke informatie ik wel en niet wil krijgen en wanneer ik het wil krijgen. Ik heb twee dochters, die zijn 5 en 8. En om een voorbeeld te geven, zij weten niet beter dan dat informatie er altijd is. En als zij informatie willen, moet het er zijn en in hun bubbel is ook alles beschikbaar. Ik ben ongeveer een half uur bezig geweest om uit te leggen dat de live finale van Wie is de Mol nog niet gekeken kon worden. En het is er niet op, dat bestaat niet in de wereld, alles is er. Maar wel wanneer het hun uitkomt, wanneer het je publiek uitkomt. Nou, dus je grootste probleem is eigenlijk, hoe krijg ik nou toegang tot die... Hoe zorg ik nou dat mijn publiek die deur openzet? Nou, daarvoor kijk ik altijd het liefst even naar een branche waarbij publiek eigenlijk de waarde is. Publiek is de basis van de media. En ik wil jullie even introduceren met mijn grootste held in contentmarketing. En dat is deze man. Bo. Iemand bekend met Bo? Bo Willemen? Jullie mogen niet antwoorden. En als ik deze laat zien... House of Cards. Oh ja. Hey, als we nou kijken naar Bo. Bo Willemen is showrunner van de serie House of Cards. En wat doet een showrunner? Een showrunner is verantwoordelijk voor de rode draad in een verhaal. Voor het verhaal in alle afleveringen. Hij stuurt een team van schrijvers aan. Hij produceert de afleveringen, regisseert het ook nog vaak. En zorgt voor de marketing van de afleveringen. Nou, wat ik eigenlijk zou willen adviseren is dat alle marketing directors zichzelf vanaf nu showrunners gaan noemen. Want dat is wat we moeten doen. Wij moeten verhalen gaan maken. Wij moeten zorgen dat we een serie gaan maken waarbij het publiek graag naar je wil kijken. En waarbij het publiek vasthoudt. Dat als je aflevering 3 hebt gezien, dat je dan ook aflevering 4 wilt kijken. En het hoeft niet chronologisch. Elke aflevering kan op zichzelf staan. Maar we zouden naar onze verhaallijn moeten gaan kijken als een showrunner. Waar gaat onze serie over? Nou, daar hebben we eigenlijk ook meteen, en we hebben het dan niet over de definitie van content marketing, maar ik vind het altijd wel heel belangrijk om vooral te realiseren dat content marketing valt of staat bij de gratie van je publiek. It's all about audience development. Het gaat om het hebben van een publiek. Een loyaal en betrokken publiek, het liefst op je eigen kanalen. Een publiek bepaalt zelf of het je publiek is. En dat is een groot verschil. Met doelgroep. Ik ben waarschijnlijk van jullie allemaal wel doelgroep, of nou, misschien niet van jullie allemaal, ik weet niet welke producten er allemaal in de zaal zitten, maar van heel veel merken en bedrijven ben ik doelgroep. Maar ik ben lang niet van jullie allemaal publiek. Dat bepaal ik. En dus dat is eigenlijk een andere kijk naar wat je met je content moet doen. Je moet zorgen dat je publiek hebt voor je content. We meten dan ook content vaak in het vinden, binden en activeren van publiek. Als je het hebt over conversie, gaat het hier ook over. Vinden, binden, activeren. Allemaal heel goed meetbaar. Ook via eigen platforms waar je ze naartoe wilt trekken. Maar het valt of staat bij het hebben van het publiek. En het interesseren van het publiek. Dus je moet relevant en interessant zijn. Dus dan gaan wij ook op de stoel zitten van die scenario schrijver. Van die echte showrunner. Nou, dit is Suits. Het is ook een serie. Maakt me helemaal niet uit welke serie je kijkt. Welke serie je als voorbeeld neemt. Maar als je nou eens kijkt naar content marketing, naar jouw verhaal, naar jouw product, alsof het een televisieserie is, een steengoede tv-serie. En waar gaat die serie dan over? En hoe krijg je publiek bij je serie? Wij vertalen dan ook meestal de corporate story, je verhaal, de positionering van een organisatie, vertalen we naar een plot summary. En een plot summary is eigenlijk de samenvatting van je serie. De achterkant van je dvd-hoes. Waar gaat het over?
Kan ik dat in één alinea ongeveer aan je uitleggen? En waar gaat de content van een merk over? Dat is eigenlijk waar content marketing ook over gaat. En als je nou kijkt naar alle uitingen die je doet. En je ziet elke uiting die je doet aan content als aflevering van je serie. Dan moet het publiek meteen snappen dat het van jou is. En dus inderdaad, aflevering 6 heb je gezien. Je kunt daarna naar aflevering 3. Je wil weer verder naar 7. Maakt niet uit, het staat op zichzelf. Maar hey, je moet snappen dat het van jouzelf is. En waar zit hem dat dan in? Dus als we nou eens kijken naar wat is dan die basisverhaallijn van een merk? Schrijf het scenario van een steengoede serie. Welke karakters spelen een rol in jouw serie, in jouw verhalen, in al jouw uitingen? Zijn het je klanten, zijn het medewerkers? Hangt ook heel erg af van je doel. En wil je thought leader worden op een bepaald vakgebied, heb je toch ook al vaak je eigen experts nodig, medewerkers in de hoofdrol. En heb je misschien wel helemaal geen eigen publiek, heb je influencers nodig, bloggers. En dus welke karakters spelen een rol in jouw serie? Daar ga je over nadenken. En dat schrijf je op. Dus je mag eigenlijk aan het begin van je contentstrategie op die schrijversstoel gaan zitten en kijken, waar gaan wij het verhaal over maken? En dan ook tegen welk decor? Waar speelt het zich af? Suits is een advocatenserie, veelal op het advocatenkantoor. Maar waar gaat de serie van jouw merk of bedrijf over? Het kan een hele fysieke ruimte zijn, maar het kan ook een virtueel decor zijn. Nee, het is voor mij absoluut geen thuiswedstrijd, ik kom uit Zwolle. Maar dan gaat het ook even een Zwolse platform en het gaat over de economische groei van de regio. Dus het decor is daarin de economische groei van de regio Zwolle. Dus het is niet een fysiek decor, maar een virtueel decor. Maar als je weet waar de serie over gaat, dan hebben we daar de rode draad te pakken. Nou, dan is er ook altijd, elke serie is gebaseerd en elk programma eigenlijk ook op een aantal pijlers. Laten we zeggen 3 tot 5 maximaal. Dat zijn de grote thema's die overal in te herkennen zijn. En het kan zijn dat je het hebt over inspiratie, maar het kan ook zijn dat je heel erg in gezondheid zit. Het zijn grote thema's die je allemaal van tevoren kunt bepalen, maar dit levert je meteen een plot summary, je hebt een samenvatting van waar gaat het over. En ik kan het vertellen aan een ander. Ik heb er een voorbeeld in zitten van een diervoederbedrijf. Ik heb de naam er nog steeds niet ingezet. Het is nog een conceptversie, gaat het ook niet om. Maar even een voorbeeld of jullie een beetje kunnen voelen waar zo'n verhaal van een diervoederbedrijf over gaat. We kijken mee in het leven van de Nederlandse melkveehouders en zien waar hun uitdagingen liggen. De financiële druk op hun bedrijf door de opheffing van het melkquotum, de wet en regelgeving, het gevaar voor ziektes of onderpresteren van de melkvee, de hoge werkdruk enzovoort. Maar ook de mooie momenten, zoals de uitbreiding van de veestapel of een recordopbrengst van een van de koeien. Het is voor deze melkveehouders van groot belang om de koeien zo optimaal mogelijk te laten presteren. En de specialisten van dit bedrijf worden gevolgd in hun werk bij de melkveehouders, waar ze als voedingsspecialist ook wel coach en adviseur het bedrijf verder vooruit helpen. Dus wij zien niet de fabriek van binnen wat daar gebeurt. Wij zien eigenlijk de klant. Wij zijn op de boerderij, op de melkveehouders. En al die thema's die een rol spelen nu bij die melkveehouders, zien wij terug in de content van deze organisatie. En hun medewerkers zijn als expert in de serie geschreven. Dus die kunnen bloggen, we kunnen mooie video's ervan maken. En elke aflevering, elke uiting van content is een aflevering van onze serie. Nou, zo kun je eigenlijk even door filosoferen met deze metafoor. We hebben de serie plot summary, dus een corporate verhaallijn. Feitelijk ook de positionering van je organisatie in content. Nou, een aflevering is dus elke uiting van content. Vervolgens moet je die aflevering ook gaan promoten. Nou, je moet er reclame voor maken. En daar heb je je socials bijvoorbeeld weer heel hard voor nodig. Maak korte trailertjes, korte quotejes, citaatjes. Ja, als er een interviewer op pad gaat voor een aflevering, voor een interview, zorg ervoor dat hij dan ook net even een quoteje opneemt in video. Heb je je trailertje, kun je Facebook gebruiken om mensen naar je aflevering te verwijzen. Nou, en wat ook vaak in series gebeurt, is dat er een karakter doodgaat. Dat kan. Hij kan ook weer terugkeren. Nou, ik weet niet of je dat hier zou misschien kunnen, maar je zou met seizoenen kunnen werken. Dus je schrijft je 13 of 23 afleveringen van je serie en dat heeft een bepaald hoofdthema. En op een gegeven moment kun je de thema's dus wel gaan vervangen. Of je kunt karakters vervangen. Niet allemaal tegelijk, dat zie je vaak. Hè? Nieuwe positionering, alles over de kop, nieuw bureau erin. Alle oude uitingen kunnen we niet meer gebruiken. Maar we hebben nou publiek opgebouwd. Dus laten we nou proberen om het publiek vast te houden.
en door te laten lopen. En dus dan kunnen we beter een nieuw thema in de onderwerpen of in de afleveringen schrijven, dan alles overboord gooien. Nou, dat was eigenlijk het verhaal vanuit intern, dus vanuit de organisatie beredeneerd. Hè. Wat voor verhaal ga je brengen? Maar er staat natuurlijk aan de andere kant een publiek. Wat wil het horen? Je kunt een mooi verhaal hebben, maar als je nog steeds geen open deur hebt gevonden bij die huisjes, kom je nog steeds niet binnen. Dus daarom schrijven wij ook meestal, hè, we vertalen meestal zo snel mogelijk ook de doelgroepbeschrijving of de persona's, wat er dan ook maar aan de grondslag ligt, naar een beschrijving van het publiek. En een beschrijving van het publiek is dus, waar kunnen we het samen over hebben? Waar zijn wij als merk in geïnteresseerd en waar is het publiek in geïnteresseerd? En een beetje on-topic blijven ook. En dat vind ik altijd een nadeel van als je puur enkel met persona's werkt. En dan is Ingrid houdt van het verenigingsleven, is heel actief daar en daar. En dat wordt dan een soort basis voor alle content. Maar momentum speelt ook een hele belangrijke rol. De interessegebieden zijn leuk. En dat is publieksbeschrijving. Maar wat we eigenlijk daarna nog moeten doen, is de belevingswereld schetsen. En de belevingswereld is eigenlijk weer een verdere uiteenzetting van de publieksbeschrijving. Waarbij de mindset van je publiek voorop staat. En daar speelt momentum dus ook een hele grote rol. Om 5 uur sta ik langs het hockeyveld, dan ben ik een ander publiek dan als ik om 6 uur bijvoorbeeld in de keuken sta te koken. Dus momentum speelt mee in de publieksbeschrijving. En ook in het moment waarop jij dus interessant of relevant kunt zijn. Een belevingswereld geeft inzicht in de latente contentbehoeften waar jij als merk relevant kunt zijn. Dat is eigenlijk wat die beschrijving behelst. Nou, en heel mooi, we hebben samen met Dela hebben we ook de belevingswerelden voor Dela geschetst. En het is heel mooi om te zien dat er in totaal 5 belevingswerelden zijn waarbinnen alle producten en diensten in de afleveringen geschreven kunnen worden. En ze zijn heel logisch, ze passen dicht bij het merk en het publiek kan zich daarin herkennen. Dan moet je natuurlijk ook nog weten, als je dan ongeveer weet waar je het over kunt hebben met je publiek en waar jouw verhaal over gaat, dat zijn 2 dingen die al dicht bij elkaar zitten. Hoe ga je er nou voor zorgen dat je ook die afleveringen maakt en dat het ook raakt met de onderwerpen die spelen op het moment dat het publiek dat nodig heeft? En daarvoor werken wij met, wij noemen het de publieksreis, die is gebaseerd op de Hero's Journey. Deze krijgen jullie ook als download mee, dit is ingevuld. Dus de Hero's Journey zijn eigenlijk 12 stappen. 12 fases in storytelling om het publiek tijdens de hele film vast te houden. En deze 12 stappen die zijn ingevuld met James Bond. Ga ik nu allemaal niet langs. Die kan je downloaden en dan kan je zien hoe elke film deze 12 stappen behelst. En hoe, als je de volgende keer een film ziet, is die dus ook niet meer leuk, want je weet precies wat er gaat komen. Dus je moet zelf weten of je hem gaat gebruiken. Maar even heel kort, ik ga zo een aantal stappen door, omdat je daar wel net even wat tips uit kunt plukken. Elke film begint met een ordinary world principe. Een situatieschets dat niks aan de hand. En Bambi, ik ga even een paar stappen met Bambi. Bambi loopt door het bos met zijn moeder. Niks aan de hand, leventje. Ze huppelen lekker. Dan is er ergens een call to adventure. Bambi's moeder wordt doodgeschoten. Dan begint eigenlijk de film pas. Dan begint het zielige verhaal. Bambi wil eigenlijk het weerstand. Bambi wil eigenlijk niet verder met zijn leven. Er is altijd een mentor in elke film. Nou, de stampertje bij Bambi. En dan gaat hij toch verder in zijn leven, komt wat vrienden, vijanden tegen. En uiteindelijk groeit hij toch op, eind goed, al goed. En wordt hij zelfs moeder, geloof ik weer, zelf. Dat is een deel 2 van. Dus hij kan weer door. Of heb ik nou gespoilerd? Dat was niet de bedoeling. Wat heeft dit verhaal nou met content te maken? Nou, je publiek doet precies hetzelfde. Wij willen ons publiek vasthouden, we willen ze boeien, we willen weten waar ze mee bezig zijn. Dus wij beginnen altijd bij stap 1, de belevingswereld van het publiek. Een niks aan de hand leventje. Alleen een situatieschets van waar wij relevant kunnen zijn als merk en waar het publiek een mogelijke behoefte van ons kan accepteren. Maar die behoefte, en daar wil ik het graag even over hebben, dat is de trigger. De call to adventure in een film. De behoefte van het publiek, daar kun je eigenlijk mee afmeten aan een aantal triggers. Triggers kun je halen uit bijvoorbeeld zoekwoordenonderzoek. Laat ik het nog even kort samenvatten. Deze reis, de publieksreis, gaat over de eerste behoefte aan informatie van je publiek tot het moment dat het een loyaal en betrokken publiek is. De eerste fase is ook het vinden
binden en het activeren. Ik behandel even 3 stappen. De trigger, dus waardoor komt mijn publiek in beweging? Is het een intrinsieke motivatie? En dan weet je ook al wat je moet doen. Intrinsieke motivatie kun jij niet op targeten. Alleen op interesse, niet op het moment. Of is het een externe prikkel? Nou, als je weet dat het altijd eenzelfde soort trigger is, zorg dan voor een content format waar je constant die triggers in naar voren kunt halen. En dat je eigenlijk een soort van programma format hebt waarin je die onderwerpen kunt behandelen. Nou, dat zijn de triggers, maar je hebt ook weerstanden. Wat zijn nou weerstanden die mijn publiek weer tegenhouden om die informatie verder te gaan onderzoeken? En met welk content format kun je die weerstand wegnemen? En het is wel goed om even te realiseren, we willen met z'n allen ook altijd, we willen altijd jongeren bereiken. En jongeren is een doelgroep, die moeten we met z'n allen bereiken. Dat kun je doen door op de trigger in te gaan. Je kunt ook kijken van wat is de weerstand. Een merk als Dela bijvoorbeeld, als je jongeren wil bereiken, jongeren zijn niet bezig met de dood. Willen niet geconfronteerd worden met de dood. Dus nou kan je bedenken van, ja, kan ik dan een format verzinnen waarin ik jongeren ga uitleggen dat ze wel dood kunnen gaan? Dat is een vrij negatieve benadering. Dus in principe ga je daar niet op focussen, maar pak je de trigger. Wat is een trigger bij jongeren om wel in beweging te komen? Iemand in mijn omgeving is overleden. Hoe verwerk ik dat verlies? En dat zijn onderwerpen waar je dus wel wat mee kunt. En dus dan ga je van je triggers, maak je meer afleveringen dan van je weerstanden in deze. Dan sla ik een heleboel stappen over. In de download die je achteraf krijgt zit elke stap wel netjes uitgewerkt in. Maar ik vind deze ook altijd heel relevant. Namelijk het publiek test. Dat is een fase, daar kun je ook content uithalen. Wie is mijn informatieconcurrent? Een hele belangrijke. Je hebt zelf je eigen verhaal. Maar als ik al die stappen heb doorlopen, als ik getriggerd ben door wat jij vertelt, wie kan mij daar nog meer wat over vertellen? Is er een hoogleraar die er wat over vertelt? Is er een concurrerend merk die misschien daar wat over vertelt? En zo ja, is het dan handig om die informatieconcurrent in mijn content te betrekken? Dat is ook een stuk influencer marketing. En daar kun je influencers in verwerken. Nou, als je dan de hele cirkel doorloopt, heb je feitelijk ook je stappen voor je marketing automation klaar. En het is echt niet zo dat je publiek chronologisch door al die stappen heen wandelt. Het gaat van links naar rechts, naar boven, naar onder. Maar door inzicht te hebben in waardoor wordt mijn publiek getriggerd, wat past bij mij en wat is mijn verhaallijn daarin, kun je wel die deuren openen. En zet je eigenlijk de eerste stap naar een goede contentstrategie. Wat daarbij wel belangrijk is, en dat wordt ook vaak vergeten, er is inmiddels een heel contentbos ontstaan, er is heel veel content. En als we gewoon puur vanuit het eigen merk kijken, dan zouden we eigenlijk moeten leren om ook een content concurrentieanalyse te doen. En waar zijn al mensen heel veel bezig met content? En we zijn nog bezig om het verder te ontwikkelen, maar zitten wij op inspiratie of informatie? En zijn we op prijs of propositie? Merk. Hè? Dus zitten we hier of zitten we hier? En wat is er nog meer? Als je foodbloggers bijvoorbeeld, we werken ook voor een foodmerk. Het is vrij logisch om vanuit de organisatie zelf te zeggen, nou, we gaan inspireren. Maar als dit al helemaal vol is, dan is het heel moeilijk om daar nog die deurtjes open te krijgen. Dus misschien moet je dan een andere positie claimen. Dus het gaat tegenwoordig niet meer alleen maar om een concurrentieanalyse op product of merk, maar ook op content. En dat is er één, ja, dat is denk ik waar we de komende jaren nog wel veel vaker tegenaan gaan lopen, omdat er zoveel is. Prachtige campagnes kunnen verzinnen, hele mooie strategieën bedenken. Maar als die deuren dicht blijven, dan hebben we nog steeds geen verhaal. Daar wou ik hem voor hierbij afsluiten. Mooie showrunner. Carlijn Postma zag ik staan. Ik kende dit verhaal al, maar ik kan me voorstellen dat mensen die het voor het eerst horen dat je denkt, wow, best even een andere kijk op content en content maken. Zijn er mensen die nu al een vraag hebben naar aanleiding van het verhaal van Carlijn? Een beetje flabbergasted. Vooraan. Ja,
Dankjewel. Hallo Klein, Ron is mijn naam. Ik kan me voorstellen dat je zo'n campagne bijvoorbeeld voor Bakker Bart prima kunt draaien met wat mooie afleveringen over lekkere broodjes en dergelijke. Ik weet niet of je pas geleden die aankondiging op het journaal gezien heeft dat er in Amsterdam was er een luxe bakker die allerlei donuts en zo maakt en dergelijke. Is er voor dat budget ook wat te maken? Voor een kleiner budget. Dus met andere woorden, voor een klein budget kun je daar ook een dergelijke serie. Ja, ik denk juist dat deze aanpak enorm schaalbaar is. Maar het gaat vooral om de denkwijze. Dat je inderdaad dat je niet ad hoc alleen maar stukjes content moet gaan maken. Maar dat je in een verhaallijn moet denken. En als je minder budget hebt, maak je minder afleveringen. En minder dure afleveringen. Maar je zult hoe dan ook toch iets moeten gaan communiceren daarbij. Dus probeer het dan in ieder geval op elkaar te laten aansluiten. En dan heb ik ook vaak liever een doorlopende verhaallijn dan een campagne en dan weer stop en weer een campagne en weer stop. Zonde, want dan verlies je publiek tussendoor. Maar dan is een goede selectie van de triggers voor je doelgroep nog belangrijker, denk ik. Ja, uiteindelijk, maar ik heb meestal de doelgroepen die doen we in de kanaalkeuze. En dus het publiek gaat echt op interesses en dat zijn onderwerpen, content wat op interessegebied is. Wij kunnen eigenlijk niet bepalen wie dat publiek is. En dat laten we dat gewoon bekijken, maar door wel goed te analyseren waar het beste tot z'n recht komt qua bereik en engagement. En dat doe je natuurlijk wel met vooral echt doelgroep denken en de distributiekanalen erbij kiezen die erbij horen. Ja. Zijn er nog meer vragen in de zaal? Jasper? Ja, ik heb dit verhaal niet eerder gehoord, dus ik ken het echt nog niet. Maar ik heb wel een vraag. Ik hoorde van de week op de radio dat zeg maar een blockbuster nooit zo succesvol is zonder echt een top trailer. Dus zeg maar de trailer is bepalend voor het succes van de film. Geldt dat? Geldt dat denk je ook voor content marketing programma's? Hebben die ook zeg maar die trailer nodig in de vorm van advertising of hoe ik kan dat mij absoluut. Ik kan me absoluut voorstellen dat je. Kijk, het lanceren van een aflevering of van een uiting van content. Ja, dan moet je echt een toevalstreffer hebben. Wil het organisch doen wat het moet doen. Ja, maar je kunt het altijd aansturen en aanjagen met een stuk sponsored budget. Volgens mij hebben we ook. Hiervoor kregen we ook inderdaad een discussie. Valt dan paid media, valt het ook onder content marketing? Ja, wat mij betreft wel. Het hoort er allemaal bij om dat publiek maar op de juiste plek te krijgen. Dus ik denk zeker dat je trailers nodig hebt om aandacht voor je afleveringen te krijgen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat organisaties waar je dit mee oppakt, dat die in die 12 stappen ook nog wel eens ergens een kleine drempel zien. Want het is best wel omvangrijk. Ja. Wat zou jouw tip zijn, waar moet je mee beginnen? Deze 3 stappen of begin en hem helemaal doorlopen? Nou, het is denk ik sowieso goed om die belevingswereld te proberen te schetsen. En waar, op welk moment, met welke thema's ben ik relevant? En waar is mijn publiek op dat moment mee bezig? En dus meestal is dat ook 1 of 2 zinnen. En dan inderdaad deze 3 stappen, de triggers. Wanneer komt mijn publiek in beweging? En dat is een andere dan, ik wil graag dit vertellen. We verzinnen wel creatieve manieren om dat te kunnen vertellen. Maar op basis van een intrinsieke of een externe prikkel die bij het publiek al is. En ik denk dat dat een hele mooie eerste stap is. En ook de weerstanden geven altijd heel erg veel informatie over wat je wel en niet moet doen. Dus ik denk dat dit zijn de meest laagdrempelige startpunten. Maar het is sowieso, ja, als je hem helemaal doorloopt, dan heb je eigenlijk ook je hele marketing automation, je hele contentplan heb je dan eigenlijk klaar liggen. Ja, dus dit is niet iets wat je er even bij doet? Content marketing doe je er sowieso niet even bij. Nee. Ja, maar ook niet de publieksreis, zeg maar. Het is wel iets waar je even in moet verdiepen. Ja, maar de opdracht is sowieso om je in je publiek te gaan verdiepen, dus doe het dan op deze manier. Ja. Volgens mij waren er net geen vragen meer en volgens mij nee, ook niet op Twitter. Dus wil ik voorstellen dat je vragen die je dadelijk nog hebt aan Carlijn te stellen tijdens de borrel. En dan gaan we door naar Ralf, die wat gaat vertellen over innovatie.